is voor voor alle dames eigenlijk zeg maar wereldwijd de gezinsverbanden en zo dat nou dat is het niet maar verder met alle respect hoor daar niet van. Zelf ben ik geen gezinsmannetje en ik tot besef gekomen eigenlijk nooit geweest. That's rock and roll. Hoe denk jij dan dat je morgen dansen zal terwijl je gisteren nog aarde ploegde? De hele dag alsof het je laatste. En dan toch nog kindjes wiegde s'avonds. Voor het spelen van de hoer in bed. En vandaag in de vroege ochtend nog de grote potten jam leeg schraapte om al die boterhammetjes te dekken. Een kind wil immers ook wel meer dan alleen wat warme chocolademelk en mama, krijg ik nog een kusje? Maar hoe zal je dan morgen, als de klok op rock'n'roll slaat, je moederhart opbergen en je kut opsmukken met vanillasmaak? Omdat je dansen zal om vreemde vingers die gretig graaien naar je vrouw zijn en niet slapen vooraleer ze je naaiden, tot je helemaal besmeurd en uitgeteld, omdat je erbij wil horen voor een nacht. Hoe zal je dan met lippen schrijven op huid? It's rock and roll and I like it and you. Terwijl je denkt en alleen maar denkt aan gisteren en vroeger nog, hoe je als moeder zou en dat je straks weer ontmoet. Hoe denk je dan, terwijl je weet dat overmorgen plooien moeten gladgestreken en broeken worden aangepast, net als nieuwe schoenen. En je beseft dat wild graaien in het leven niet zomaar een verzetje is van de nacht, maar een zwendel met rock and roll verdorven zielen, waar geen vaders en geen moeders en alleen de momenten tellen. Hoe denk je dan te kunnen overleven als je overmorgen monden vullen moet na de zoveelste vraag van mama, wat eten we vandaag? Hoe denk jij dan? Ja, hoe denk jij dan? Terwijl de zwendel doorgaat en niemand die je mist, omdat vanilla slechts vanilla is. En kut, toch altijd kut.